Zo, het is vandaag maandag. Dus weer een nieuwe week, nieuwe kansen. Dat soort dingetjes. Ik ga Verona freestylen. Ik ben in de paddock. Het paddock, de paddock. Die richting. Deurtje dicht. Die dicht. Dan pak ik de longeerlijn. Laat ik Verona even lekker rollen. Als ze dat natuurlijk gaat doen. Dat weet ik natuurlijk niet. Zet ik jullie nu even neer en ga ik Verona freestylen. En toen waren we klaar. En Verona dacht, hey, ik ga lekker daar staan. Woensdagochtend. En dat is altijd mijn moment dat ik bij de Arkhoeven werk. Dan gaan wij social media doornemen. Dus ik ben nu onderweg. Ik heb hun video's weer bekeken. En nog gekeken naar Instagram en TikTok en Facebook. Ja, ja. Daarna ga ik even boodschappen doen. En vanmiddag gaat Tess als het goed is weer les krijgen van Daan. Dus zo ziet mijn dag eruit. Kijk, Steve er al is. Dat is altijd een verrassing. Dus nou ja, die zal ik dan zo wel zien in de kantine. Oh, kijk! Paard zat in de molen. Hi, paard! Ja, Bassie hoor. Oh, ze gaat net draaien. Omdraaien, meisje. Goed zo. Daarvoor. De Arkhoeven hebben ze een stapmolenservice. Dus dan wordt je paard gewoon elke ochtend heerlijk even in de molen gezet. Daar ben ik altijd heel blij mee. Dan weet ik zeker dat ze er goed in de uitkomt. En bij Verona is dat gewoon belangrijk. Maar nu moet ik dus zo lopen. Ik moet mijn voet afronden. Leuk meid. Dat was de YouTube-les, zoals Steven Daan dat noemen. Ik ga mijn laars even halen. En daarnaast zit de slager, dus dat is fijn. Ik kan ook sperps halen. En toen was ik er ook. Ja. Jullie hebben mij vanmorgen al gezien met Steven Daan. Je hebt zo meteen les bij Daan, maar we gaan eerst naar de horstorm. Ja. Voor hoefolie. Heel leuk. Kan je jezelf helemaal samenstellen? Oh, dat vind ik echt heel gaaf. Dus jij moet kiezen, wil ik bruin, blauw of zwart? Ja. En je moet kiezen, wil ik dat genervde leer of glad leer? Sowieso glad. Glad leer. Met vetertje of zonder vetertje? Met of zonder lakrandje? En dezelfde kleur stiksels als de laars of contraststiksels? Nou, en dan verder kan je hier een keuze maken wat je mooi vindt voor als jachtkapje. Ja, een jachtkapje. Zo. Ja, chic. Helemaal super deluxe. Kijk, zie je? Ga ik even kijken. En dit zijn alle keuzes die je hebt. Waarschijnlijk denken jullie nu, zo, dat is vet nest. Dat ben ik. Nou, het is niet open. Oh, ik ben echt heel blij. Nou, we gaan nu naar de manege. Hier heb je ook nog les. Yay! Ja, zo, meteen weer draven. En meteen weer doorgaan waar je mee bezig was. Zo, ja, ietsje meer met je linkerteugel. Goed zo. Heel goed. Ellebogen mooi langs je zijen houden. Je duim goed bovenop. Heb je net les gegeven? Ja. Hoe ging het? Nou, ging eigenlijk wel heel goed. Blondie is vorige week naar de osteopaat geweest. En de tandarts. En de tandarts. En de hoefsmid. Dus ze hebben vorige week wel een week gehad, denk ik.
En ik moet wel echt zeggen, Blonde die begon hartstikke lekker ontspannen. Want ik had eigenlijk gezegd, ik stapte vandaag eerst eventjes zelf op. Maar voor Tess had ik al iemand anders. Dus ik had Tess al een beetje door de bak zien rijden. En dat zag er eigenlijk al zo lekker en ontspannen uit. Dat ik dacht, nou dan hoef ik er ook niet eerst zelf op. Dan kan Tess dat hartstikke mooi zelf mee rijden. Of doorheen rijden. Of wat maken we daar leuk woord van. Nou, gewoon dat het zo lekker ging dat ze het zelf wel op kon lossen. Ja, ja, precies. Ze heeft de juf vandaag misschien meer in de oren nodig gehad dan op de pony. Ja, nee, dat ging hartstikke goed. Nou, wat ik daarnet ook tegen Tess zei. Ik wil toch ook Tess af en toe al kleine stukjes meegeven. Ook wat ik bijvoorbeeld leer als ik les krijg. Om toch Tess al een beetje een rugzakje te geven met dingetjes dat je echt heel erg vanuit het paard traint. In plaats van dat we alleen maar willen, zoals de jury het ziet, dat hij zijn hoofd naar beneden doet. Maar dat we hem eigenlijk al echt in het lichaam voorbereiden op het hoge werk. Ja, daar was mijn volgende vraag gelijk. Want de coronacrisis is wel in volle gang, maar inmiddels worden er weer wedstrijden gereden. Is het dan slim om te zeggen, nou, we gaan nu eens wat BB-wedstrijdjes rijden of wachten we gewoon tot september? Ik denk dat we gewoon volgende week even met allebei de ponies een proefje moeten oefenen. Ja. Kijken hoe dat gaat en dat we aan de hand daarvan gewoon kijken. We schrijven wat in of we wachten er nog even mee. Oké. Als het onderweg een soort overleven wordt, dan kunnen we er beter nog even mee wachten. En als we zeggen, nou, dit gaat bijna vanzelf. Dan. Nee, nou is meer dat ik wel zie dat ze enorm gegroeid is de afgelopen tijd. Ja. Maar dat ik me dan afvraag of dan nu het moment al is. Of dat je eigenlijk beter nog even de zomer door kan gaan. Ja. Voordat je daadwerkelijk aan die wedstrijdstress begint. Want wedstrijdstress is wel een dingetje. Nou, zeker, zeker. En ik merk toch, daar kom je zelf vaak wel het beste achter als je een keer zo'n proef doorrijdt. Okay. Want dat heb ik zelf ook wel eens. Dan denk ik in de training, nou, het gaat hartstikke goed. En dan rijd ik een keer een proef en dan denk ik, nou, laat maar, ik ga naar huis. Laat me zitten dit. Dus we doen volgende week gewoon een keer een proefje oefenen. Okay. En dan kijken we gewoon of het goed gaat. Ben benieuwd. Dat was de les van Tess. Ik ga vrouw met dubbele lijnen logeren. Die staat nu even in de molen achter mij daar om in te stappen. Zodat we dat half uurtje ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Ik ga vast de camera en de lijnen en zo bij de bak leggen. Dan hoef ik zo meteen alleen een vroon mee te nemen. En dat vind ik dan toch makkelijker met mijn handen vol. Dan met mijn handen vol. Dus ik zal de camera aanzetten. Of je echt iets kan zien, dat weet ik niet. Want ik moet jullie wel ophangen, want met dubbele lijn heb ik wel twee handen nodig. Nou, Verona is natuurlijk bij de osteopaat geweest. Ja, ze is toch wat stijf. Ze had ook wat pijn op haar achterkant hier. Daar had ze wat last. Dus dat is allemaal behandeld en goed gevonden. Ze heeft een tijd vrij gehad. Na het vrij zijn we gisteren dan buitenom gaan stappen. En dan, ja, toen zat ik er gewoon op. Ruim een uur, anderhalf denk ik, maar gewoon stappen. En vandaag gaan we dan gewoon even aan de lange lijnen daadwerkelijk draven, galopperen. Even kijken hoe dat gaat. Gisteren voelde wel goed aan. Maar ik wil toch even kijken. Ik doe dubbele lijnen niet bijgezet. Omdat ik met dubbele lijnen natuurlijk zelf veel meer vrijheid heb. Om te zeggen van nou, we doen wat meer of we doen wat minder. En als je een touwtje natuurlijk erop doet, dan heb je die vrijheid veel minder. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. En dan kunnen we wel gelijk gaan draven. Want ze heeft net in de stapmolen gestaan. Een paar oefeningen gekregen, die ga ik even met haar doen. En dan misschien ook dat beter van tevoren kunnen doen, maar ik ga ze nu doen. Daar. Ja, knappe pony. Nou, we hebben nu oefeningetjes gedaan. Braaf, ja. Ik merk wel dat op links, als ik hier duw, dan gaat het veel makkelijker dan dat ik rechts duw. Dus het lijkt erop dat er balans aan de linkerkant, van de rechterkant, beter is dan aan de linkerkant. Oké, we zijn klaar. Ik laat haar eerst even eten, dan ga ik haar afspoelen en dan ga ik de hoeven doen. En dan is Vroon klaar voor vandaag. Boris is aan de beurt. Die heeft het iets minder naar zijn zin gehad. Hij had een ijzer afgetrapt en toen was hij ietsjes gevoelig op zijn voorbenen. En toen is de osteopaat geweest. Hij heeft nu een hoop dagen rust gehad. Ik denk, als het gaat is het donderdag. Vandaag woensdag.
Gisteren heeft Daan wel even met hem gestapt, maar die vond ons als een Shetlander lopen. Dus nog niet helemaal correct. Niet kreupel, maar ook niet helemaal correct. Dus we gaan nu even kijken hoe dat gaat bij het freestylen. En we sturen Daan even een videootje. En dan weten we of we morgen weer aan de slag gaan of dat we toch nog even iets langer wachten. Nou, we hebben met de juf even overlegd en Boris die loopt op zich goed, alleen nog ietsjes kort. Dus ja, nogmaals, hij is helemaal niet kreupel geweest. Hij heeft alleen een ijzer afgetrapt en daar toch een beetje last van. Niet heel erg, maar net genoeg om te zorgen dat je daar even wat aandacht aan moet besteden. Boris wordt nu gefreestyled. We testen in ieder geval even oefeningen aan doen, vooral om spieren wat te verlengen. En morgen gaan ze dan toch gewoon weer rijden, maar natuurlijk wel rustig. Jullie kunnen nog even naar Tess kijken. Ik ga Corona nabezorgen. Juist! Boris, let op! Hi, ik was samen met Blondie aan het praten over hoe je dat weet. Want ik zie het er nog steeds in zitten. Tijd om te wassen dus. Ja. Ik zei je gisteren al, toen zei ik, nou dat gaat nog wel, maar... Toch tijd om te wassen. En wanneer samen Blondie? Het is donderdag. En het is donderdag. Ik heb vandaag zangles gehad. Superleuk. Yeah. Zing eens een stukje. Nee, dat weet ze met musical. Je kan toch een ander liedje nee, zingen? Nee, ga ik niet doen. Echt niet. Ik ga nu Blondie poetsen voor de les. En ik heb nog... Hé, mijn fietsworkout staat nog aan van school. Hier. En ik heb nog 20 minuten. Dus je moet even opschieten. Blondie zegt het ook. Even opschieten. Nou, Tess moet nog even aan zadelen en inmiddels heeft ze nog maar 13 minuten. Dat betekent dat je eigenlijk op zou moeten schieten. Tijd zat. Tijd zat, zegt ze. Nou, we zien het zo. Kan je een ponymoeder tot en met zijn, maar er gebeuren er toch opeens dingen die je niet verwacht. Ik wist niet dat Daan erop ging, anders zou ik hier wel gestaan. Het is schattig dat jullie allebei een roze strikje in jullie haar hebben. Oh, leuk! Nee. Heb je ook een Swissie? Nee, die heb ik vandaag niet. Thank you.
Moet jij eerst gaan kijken hoe soepel dat gaat? En nu mijn moeder. Ja, vroeger ging dat heel soepeltjes. Dan sprong ik er zo overbij. Had ik alleen mijn handen en dan schroeide ik mijn benen er zo overheen. Ja. En dan moest ik bij de politie al. En nu jij, Tess? Ja, vind ik ook. Het is vandaag vrijdag en ik ben met Boris even aan het wandelen naar de wei. Maar wij hebben deze schoentjes nog. Die heb ik ooit van Va gekregen. Met een bijpassend dekje en ook nog peesjes. En deze die heb ik eigenlijk niet echt gebruikt. Maar deze ga ik nu gebruiken voor Boris. Voor de wei. En Boris die denkt, nou misschien zie ik hier nog wel een lekker hapje voordat ik op de wei ga. Dus ga ik deze nu openmaken en mijn mond doen. En we staan een beetje in de weg. En heb ik hier de ander. Zo, en dan is het klaar voor de Vandaag zijn de paardjes vrij. Dat heeft ermee te maken dat Blondie gisteren heel hard gedresseerd heeft. Ja. En Boris ook. Mm-hmm. En Verona die heeft heel erg de best gedaan met springen. Ja. En vorige week hebben ze natuurlijk een wellnessweekje gehad. Dus we willen ze dan ook niet gelijk weer helemaal overdonderen. Ja. Dus vanmorgen zijn ze eruit geweest en nu gaan ze lekker op de wei. En dat is voor ons wel een korte dag, maar dat geeft niet zo erg. Morgen gaan we denk ik op buitenwit. Ja, leuk. Doen we dat. Het is weer avond, dus dat betekent dat het, dat het tijd is voor de hapjes. Ik ga iedereen weer lekker oorbalans, spierkracht, soepelgewicht, magnesium, lijnzaadolie geven. Ja, wat ze nodig hebben. Hè, Cesar? Volgens mij heeft hij er wel zin in. Hij lust wel een hapje van het een of het ander. Nou, paardjes hebben lekker een paar uur in de wei gestaan en ik heb ze nu nog eventjes in de stapmolen staan. Dan bewegen ze nog even lekker door en dan gaan de magen en darmen dingen gewoon lekker aan de gang. Dus ze staan hier. Droom voorop. Daar achteraan. Een Blondie. Ja, en er zit één pakje tussen Boris en Blondie. Dat is een beetje gek. Dat is een Shetlander pak of zo, ik weet het niet. Dat is gewoon een beetje gek. Hallo dan. Ik denk, laat mij lekker eten. Dat is de blonde pony. We zijn wel lekker ontspannen. En Boris. Paardjes staan weer op stal. Zijn in de wei geweest, in de molen geweest. Ze hebben hun slobber en allerlei, hoe noemen we die dingen, supplementen. Dus dat was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben wat meer van het longeren laten zien. Dus misschien was dat ook wel een keertje leuk. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze week vlog. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet om het belletje hieronder te drukken. Ik vind een belletje in Duitsland heel leuk. En dan zien we jullie heel graag morgen weer. En volgende week voor een nieuwe weekvlog. Doei!